is de zomer officieel begonnen en zoals je kan zien is het geweldig weer. Daarom zijn wij vandaag op het strand om te kijken wat de echte wikkels vandaag aan het doen zijn met deze storm des doods. Voor de Geen Stijl zomerspecial. Nou, gefeliciteerd. Het is zomer, hè? Oh ja, is dat zo? Dan kan je het niet merken nog erg. Dank je, dank je. Het was me al opgevallen, ja. Ik kan het nog niet zien buiten. Het is al eigenlijk al 4 jaar slecht. Tenminste, niet top, laat ik het zo zeggen. Dus het is overleven op het moment. Als we straks tijdens de grote vakantie een paar weken lekker zonnig weer hebben, is alles weer oké. Het is te hopen dat het nu... In de zomervakantie een keer losgaat. Het is altijd een risico en het komt er altijd wel een beetje uit. De ene jaar beter dan het andere jaar. Maar je moet er maar van uitgaan dat het goed komt. Ik heb nog geen pijn in mijn buik in ieder geval. Ja, blijf maar hopen dat het nog een keer goed gaat komen. Maar het is dit jaar wel heel erg droevig. Er zijn hier hartstikke veel mensen op het strand. Volgens mij hebben we hier iets gevonden. Kan jij ons misschien even uitleggen wat hier precies aan de hand is vandaag? Nee, eigenlijk niet. Er wordt gekaaid, hè? Er wordt gesprongen. Jullie zijn van dit kitesurfen. Kan jij ons misschien uitleggen wat er precies aan de hand is? Ja, ik kan het uitleggen. Er is hier een strandtent, er wordt altijd gekitesurfd. Ja. Die hebben een jaar lang gewacht voor de goede condities om een wedstrijd te organiseren. We staan nu samen in het juryhok. Hier in het hok is het allemaal wel een stuk relaxter, hè? Ja, hij schudt een beetje, maar het waait gewoon 30 knopen, dus daar wachten we ook op. Dat was de reden dat dit evenement vandaag doorgaat, dat het extra hard waait, zodat we extreme actie zien. Zijn er ook spelregels aan verbonden aan het kitesurfen? Nou, tijdens deze wedstrijd draait het allemaal om de hoogste sprongen en de meest extreme sprongen. Zitten hier binnen, zitten een beetje surfdudes. Ze zitten gewoon lekker te chillen. Dus dat gaan wij ook gewoon lekker doen. Jij bent ook lekker aan het kitesurfen vandaag. Ja, vandaag wel, ja. Goed weekje, toch? Lig je er al uit of nog niet? Ja, ik ben er net uit gekite. Ik doe ook mee, ja. Lig je er al uit? Nee. Jij ligt er ook al uit? Ik ben nog door. Ik moet nu meteen naar de pauze. Hey! Wat ik me nou afvraag, hè, is als je dan omhoog wordt getrokken door zo'n kite, doet dat dan niet echt ontzettend veel pijn aan je lul? Nee. Wat is jouw hoogste sprong? Ja, denk ik. Ja, heel hoog. Ooit gemeten 11 meter? 24 meter, denk ik. Ongeveer 20, 24 meter, daartussen ergens. Ik vind het cool.